Op 18 februari hebben wij een markante persoon verloren in onze Nunense gemeenschap. Moeder Schaefer is op 81-jarige leeftijd gestorven na een hele lange periode van ziekte. Ze was er altijd van overtuigd dat haar geloof haar heeft geholpen om toch nog zo lang van haar gezin te mogen genieten. Wij hebben een aantal keren met haar gesproken en proberen zo goed mogelijk om een portret van haar te schilderen in 3 delen. Dit is een klein stukje van deel 1, haar band met haar geloof. Hoe belangrijk is het geloof voor jullie? Oh, als die niet meer is, dan is het niks meer. Van evangelie. Christenen zijn we christenen. Ik heb maar 1 bij. Die andere 4 die moeten nog komen, vooral Paulus. Dat is mijn kleinste, hè? Die is 41 jaar, maar daar ga ik ervoor. Ik breng hem altijd bij de Heer toe. Ik zeg, pak hem toch, dat hij door in de kerk gaat. Zo, u spreekt gewoon de telefoon. Zo doe ik. Nou, en dan zegt mama, ik kom wel. Ik zeg, jongens, ik wil graag, als ik mijn ogen dicht maak, dat jullie allemaal bij de Heer zijn. Bij de Heer, dat wil zeggen dan, de harten God geven. Daar ben ik ook blij mee. He? En dan mijn kleinzoons, allemaal grote, die moeten het ook bekeren. En mijn andere zoon van 22, die zingt met de moeder meer als voor opa. Die zingt zo mooi. Danino. Dan kan ik wel huilen. Soms huil ik wel. Allemaal voor hem.